De baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik weer een nieuwe video voor je. Welke powerlifting riemen bestaan er en welke heb jij nodig? Let's go! Ik heb deze video voor je opgedeeld in 3 hoofdstukken, want mijn whiteboard is nou helemaal niet groter. Nummer 1 is soorten, nummer 2 is sluitingen en nummer 3 zijn tips en misverstanden. Hoofdstukje nummer 1, soorten, de bodybuilding riem. Als je mijn andere video hebt bekeken, waarom trainen met een riem, dan weet je dat ik deze niet adviseer. Een brede achterkant, een zachte padding, dat is niet wat je wilt hebben. Een belt is niet specifiek gemaakt voor je rug. Je wilt die niet hebben. Nummer 2 is de nylonriem. Ik zal even een fotootje laten zien. Die riem die is wat zachter, die is wat flexibeler. Dan kan je in de war geraken omdat ik juist een stuggere riem adviseer, zeker in de vorige video. Waarom gebruiken mensen deze dan? Als je aan een gewichtheffen doet en je doet bijvoorbeeld een clean of een snatch, dan kan hij nog wel eens in de weg gaan zitten als je een stuggere riem hebt met het vooroverbuigen. Het is gewoon lekkerder als die wat flexibeler is. Ook voor mensen die aan crossfit doen, die moeten rennen, springen, weet ik veel wat ze allemaal moeten doen. Daar is het wel lekkerder als je gewoon wat bewegingsvrijheid hebt. Dan is nummer 3 de standaardriem. Dat is mijn riem. Als jij aan powerlifting doet, dan mag hij volgens het reglement 10 cm breed zijn. 10 cm hoog. En 13 mm dik. Wat ik daarmee wil zeggen, die mensen die, dat zijn professionals die daarmee trainen, er zijn niet voor niks die regels, die zullen echt wel weten wat de beste riem is. Wat zou ik dan adviseren? Ik zou zeker zeggen neem een 13 mm en neem een 10 cm breed, omdat dat waarschijnlijk, als je naar mijn video's kijkt, mijn kracht niche, mijn krachthoek eigenlijk bent geïnteresseerd. Dan is dit gewoon de beste belt voor je. Deze is 10 mm dik. Een 13 kan nog stugger zijn en die kan heel erg gaan snijden. Wat dus het meest wordt gebruikt, ook tijdens powerlifting wedstrijden, is een 100 mm dik. 100 mm breed / hoog. En dan een 10 bij 13 mm dik. Afhankelijk van wat je zelf lekker vindt. Nummer 4 is een dunnere riem. Een dunnere riem die zijn heel speciaal. Er is in Amerika, weet ik, heb ik al eens op een forum gelezen, is er een fabrikant die echt goede kwalitatief dunnere riemen maakt. Als daar interesse naar is, dan zal ik hem wel echt specifiek voor je opzoeken. Wanneer heb je een dunnere riem nodig? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als jij heel klein bent. Als je 1,50 meter bent, dan kan deze belt, de brede belt, die kan niet tussen je heup en je ribbenkast passen. Daar is die voor gemaakt. Dat is plus minus 10 centimeter die afstand. En bijvoorbeeld ook zoals met het gewicht heffen dat je voorover wilt bukken. Of tijdens mensen die eigenlijk gevorderde deadlifters zijn. Die kunnen daar nog wel eens last van hebben als je voorover bukt. Dat die gaat zitten knellen en dat kan erg afleiden. Nummer 5 zijn afmetingen. De afmeting van die weet je nu ondertussen wel. Je hebt qua riemen heb je lengtes. Dus let erop als je er een koopt. Je hebt XL, L, M en S. Bij de fabrikant staat duidelijk bij die hem verkoopt van omtrek, meet hem en dan moet je deze riem bestellen. Dus let erop als je er een koopt. Next up, sluitingen. Een gespsluiting, zoals je eigenlijk gewoon een riem hebt. Daar heb je enkele van, dubbele. En er bestaan zelfs 3 dubbele, kom je niet heel vaak tegen, maar dat is dat. Nou weet ik dat je daar ook een apparaatje voor hebt dat je hem makkelijker dicht kan doen. Je moet natuurlijk die riem iets, net zoals een broekriem, iets strakker aantrekken. En dan die gaatjes, de pennetjes in de gaatjes doen en dan ontspant je weer iets. Vind ik niet echt heel fijn om mee te trainen. Nummer 2 is een klikgresp. Ik weet niet of die officieel zo heet, zo heb ik hem maar genoemd. Ik zal even een fotootje laten zien. Ik had ook de keuze om zo'n ding te kopen. Lijkt mij best lekker. Lijkt mij lekker snel, effectief. Lijkt me wat hij moet doen. Alleen ik heb die niet gekocht. Omdat ik bang was dat als je echt heel veel kracht gaat zetten, hij kapot zou gaan. Misschien een beetje een slechte gedachte, maar de fabrikant heeft het ongetwijfeld heus wel uitgetest. Maar goed, hij kan kapot gaan, dus ik heb hem niet gekocht. Nummer 3 is de klittenband. Die zie je eigenlijk alleen bij de nylonband, zoals ik net heb besproken. Nummer 4, dat is de mijne. Een quick lock. Hier zit, even kijken of dat zo lukt. Er zit eigenlijk geen riem of wat op, die doe je er eigenlijk zo in. En op het moment dat je klaar bent met je oefening, hoef je hem alleen, dit gaat in het echt makkelijker, open te doen. En dan schiet hij los. Dus een quick lock. Als je zwaar hebt gesquat of zwaar hebt deadlift, wil je het ding eigenlijk zo snel mogelijk af hebben. En daarom heb ik hem gekocht. En nummer 5 is dat ze zelfs met een spanbandje bestaan. Worden volgens mij ook alleen in Amerika gemaakt. Zijn wel te bestellen voor ons. Alleen het voordeel is,
dat je de belt zo strak kan stellen als je zelf wilt. Want ook met deze belt, ook met, weet je, hier zitten een paar gaatjes in om de centimeter, om de anderhalve centimeter. En de ene dag heb je een iets wat dikkere buik, de andere iets wat dunnere buik. Dus een belt met een spanband kan je heel precies afstellen. Is in mijn ogen, ik weet niet of het werkt. Ik heb hem zelf niet, dus ik kan er geen mening over geven. Maar dan weet je het, hij bestaat. Laatste hoofdstukje, tips slash misvattingen. Nummer 1, buikspieren. Heel veel mensen zeggen van, je spreekt je buikspieren niet meer aan door die belt. Dan zou ik eerst zeggen, kijk in mijn vorige video. Waarom gebruik je een belt? Ik heb daarin uitgelegd hoe proprioceptie werkt. En als je die video hebt gekeken, dan snap je dus, je kan je buikspieren alleen maar harder aanspannen wanneer je een belt gebruikt. Dus het tegenovergestelde is juist waar. Je kan hem harder aanspannen omdat je weet, omdat je voelt, er zit wat om je maag heen. Daarbij komt, stel je voor een gemiddelde persoon, jij weegt 80 kilo, jij squat 160 kilo. Als jij 160 kilo twee keer je lichaamsgewicht op je rug hebt liggen, geloof maar dat jouw buikspieren echt wel hun werk doen. Zodra die dat niet doen, breek je finaal in tweeën. Nummer 2 is video's. Ik heb nog twee andere video's. Ik zal ze of hierboven linken of hieronder. Of ik vergeet ze, dan staan ze gewoon op mijn YouTube kanaal. Dat is nummer 1, waarom je een belt kan gebruiken. En nummer 2, hoe je een belt moet gebruiken. Vooral in hoe je een belt moet gebruiken, ook al gebruik je hem al wat langer. Dan leg ik uit waarom je niet te hard moet aanspannen, waarom je je buik niet moet uitblazen. Hoe je bijvoorbeeld een belt opbergt. Allemaal zulke soort handige tips. En als je toch een kijkje neemt op mijn kanaal, abonneer dan gelijk als je dat nog niet was. En voor de mensen die wel waren geabonneerd, bedankt. En ook voor de mensen die niet zijn geabonneerd natuurlijk, bedankt. En ik zie jullie allemaal volgende week. Peace!